De opdracht van de drone. De drone bestaat uit een aantal onderdelen: drie accu's met het oplaadstation, de drone zelf en uiteraard de iPad waarmee je moet gaan programmeren. Nou, we gaan de accu in de drone stoppen. Daar zit een, uh, een gat en dan pak je een accu en dan zorg je ervoor dat de tekst op de accu naar onder zit. Je schrijft hem er rustig in en je klikt hem even aan. Daar is hij. Aan de zijkant van de drone zit een knopje om aan en uit te zetten. Daar druk je een keer op en dan kijk je voor op de drone waar de camera zit. Daar zie je dan een lampje aangaan. Als die gaat knipperen, dan is die aan en dan kan je de drone rustig neerzetten. En dan gaan we de volgende dingen doen: het volgende is namelijk drone blocks. Die zetten we aan en als we die hebben gehad, dan ga je naar instellingen. Want we moeten namelijk de drone aanmelden. Nou, je ziet daar de Tello staan. Die klik je aan en als die dan bovenin staat als klaar, dan gaat hij weer terug naar Drone blocks. De zijkant, daar zie je dan de Tello Blocks. Die klik je aan en dit is het programma waarin we kunnen gaan programmeren. Deze volgorde moet je wel aanhouden. We gaan programmeren. We gaan hem eerst laten opstijgen. Dat is die. Daarna gaan we hem even laten vliegen. Nou, ik heb in dit geval gekozen om omhoog te laten vliegen. En je kunt daar bijvoorbeeld de hoogte aanpassen. Nou, van die 20 centimeter maken we nu 40. En je moet ook even kijken, hij staat nu op inches, dat is een andere maat. Wij moeten centimeters hebben, want dan weet je namelijk hoe hoog die gaat vliegen. En je moet hem altijd laten landen. Dus die zet je er ook bij. Heb je dat klaar? Dan kun je hem laten starten. Nou, launch mission. Hij doet het nog niet, dat komt. Launch mission nog een keer omdat hij niet is aangemeld in dit programma. Dus bovenste, en dan moet je connecten. En als je dat gedaan hebt, dan gaat hij het wel doen. Dus launch mission. Je ziet dat hij omhoog gaat. En dan zie je ook dat hij weer naar beneden kan komen. En je ziet daaronder in een rode knop die ik net aanwees. Dat is namelijk abort mission. En abort mission betekent dat als er een fout in je programma zit, dat je hem kan afsluiten. Dan gaat hij vanzelf landen. In dit geval heeft hij gewoon alles goed gedaan. En gaat hij keurig landen? Het programma kun je ook weer aanpassen door bijvoorbeeld de blokken ja, bij te pakken en dan onderin in de prullenbak te gooien. Dan zijn dus de onderdelen weg en kan je weer nieuwe blokken toevoegen, aanvullen, dat soort zaken. Dus in dit geval fly-up, en ik heb er nog eentje: fly-down. Ook bij deze kun je weer de getallen en de inches en centimeters aanpassen en zorg ervoor dat hij altijd gaat landen. Oké, okay, je hebt de ruimte om nu de drone te programmeren. Laat hem een uh, bepaalde route vliegen en zorg ervoor dat het uh, altijd weer veilig terug op uh, geland kan worden. Succes!